Gisteren, na 15 jaren, vond de Global Environment Facility Nationaal Dialoog plaats. Tijdens deze Nationale Dialoog kwam de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, minister Desai, aan het woord en haalt enkele punten aan waarvan hij zegt dat deze belangrijke punten zijn waar er over gesproken moet worden. We voeren nu naar een korte uiteenzetting van de bewindsman. Dames en heren, het is al eerder gezegd, we zitten met uitdagingen. Maar voordat ik een beetje ga ingaan op die uitdagingen, mag ik wel dit met u delen voor degenen die dat niet weten. Ik heb deze informatie net ontvangen, dat dit evenement, een nationaal dialoog van de GEF, weer na 15 jaar wordt gedaan. Het is heel belangrijk om met elkaar te zitten en om met elkaar te praten hoe we zaken beter kunnen aanpakken. Maar als u het aan mij vraagt, moeten we niet alleen maar praten over wat beter moet. Natuurlijk moeten we ook uitvoeren. Ik denk dat de meesten van u hier vorig jaar er ook waren. Dat was een evenement die wij hebben georganiseerd in Jacana. Waar ik een verzoek heb gedaan aan de verschillende NGO's om bij elkaar te komen. Om informatie, om data met elkaar te delen. En dat was in feite een eerste stap. We hebben u toegang gegeven tot al onze data, zodat u ziet wat het ministerie allemaal doet aan activiteiten aangaande het milieu. En ook belangrijk van ons is om te zien wat u allemaal doet, zodat we in feite kunnen komen op één lijn, waardoor we niet allemaal tegelijkertijd samen iets doen dat we allemaal al doen. Er is heel veel te doen op dat gebied. Ik mag zeggen dat het beter kan. Dus ik hoop dat na vandaag, na deze twee dagen, we ons nog meer kunnen committeren om samen te werken, om samen zaken aan te pakken. Als ik praat over de uitdagingen, er zijn al enkele genoemd. En ik zal een paar noemen, niet allemaal, maar ik zal de belangrijkste noemen. Er is gesproken over verontreiniging. Zoals u weet, een van de grootste problemen als het gaat om verontreiniging is het gebruik van chemicaliën vanwege de verschillende economische activiteiten, voornamelijk in de landbouwsector en in de mining sector, waar we nog heel veel werk moeten doen. Niet lang geleden hebben we de NMA gestart met behulp van verschillende partners, zeker de UNDP, die ons heeft geholpen om de NMA, dat staat voor de Nationale Milieuautoriteit, te launchen. Om het probleem van pollution control aan te pakken. Omdat wij op een gegeven moment moeten ingrijpen. Natuurlijk moeten we niet verwachten dat we alles direct in één keer gaan aanpakken, omdat het een nieuwe organisatie is en wij zijn allemaal in een leerproces. Maar er is al een stap gemaakt of stappen zijn gemaakt. En de milieuraamwet zegt duidelijk, de polluter pays. Dus dat is dus een proces die we opzetten. En mevrouw Jeffrey, die net heeft gesproken, werkt er heel hard aan. Een tweede belangrijke uitdaging is onze ontbossing. En de grootste drijver van ontbossing zijn natuurlijk komen van de extractieve industrie, voornamelijk de goudsector, waar je in feite hebt verlies van biodiversiteit. Erosie, verstoring van jouw waterbeheer. Niet lang geleden is bekendgemaakt, en daaraan heeft het team van ROM gewerkt met natuurlijk de andere partners, hebben we gewerkt aan het aanpassen of het actualiseren van onze NBSAP. NBSAP staat voor National Biodiversity Action Plan. We zijn in feite proactief geweest. We zijn de eerste in de regio die dat hebben gedaan. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan een NAP, onze Nationale Actieplan, in het kader van het uitfaseren van kwik in de mijnbouw, voornamelijk de goudsector. Dus er zijn heel veel plannen gemaakt, opgedeeld. En die zijn dus gedeeld in de wereld. Met de samenleving eerst en met de wereld. Derde belangrijke, is ook genoemd daarnet, klimaatsverandering. Waar de GEF ons zeker heel veel ondersteunt.
Ik moet het altijd herhalen wat we meemaken. De droogte die we nu meemaken. De 40, 42, 43 graden die wij nu voelen. En als het regent straks zitten we met wateroverlast. Dat voelen we allemaal. Maar dat hebben wij niet gedaan als land. Daarvoor hebben de ontwikkelde landen gezorgd. Maar wij zijn het slachtoffer. Maar wat wij wel doen als land is laten zien aan de wereld dat ondanks wij nog niet echt kunnen verdienen aan onze bossen, het feit dat onze bossen koolstof, CO2 absorberen, toch en dat het Parijsakkoord nog niet helemaal heeft geregeld dat we daaruit kunnen verdienen, dat wij toch hebben laten zien dat we als land kunnen mitigeren in een van de 4 NDC's en dat is dus de bosbouw. En niet lang geleden hebben we officieel gelaunched onze International Transferable Mitigation Outcomes, men kent het als carbon credits, die wij nu op de markt hebben gezet voor de wereld, om die te verhandelen, zodat we andere landen kunnen helpen met hun klimaatdoelen, hun NDC's. Omdat we weten dat we niet alle eieren in één bak kunnen zetten, omdat we ook moeten kijken naar, behalve dat we dus die general funding krijgen, maar dat we ook moeten kijken naar market-based klimaatfinanciering. Zodat we dat een beetje ook in eigen handen hebben. Zodat wij bepalen, oké, kijk, we hebben dit gedaan. U moet of u kunt ons daarvoor betalen. En een laatste is heel belangrijk, een laatste uitdaging is afvalbeheer. Afvalbeheer dat voornamelijk voorkomt in die overige 7% van die 93%. 93% bos hebben wij, dat weet u. Maar in die 7% waar wij in de kust zijn, hebben we een groot probleem als het gaat om afvalbeheer. Afvalbeheer is dus, heeft te maken met slechte afwerking, afvalafwerking. Dat leidt tot verontreiniging van het milieu en vormt natuurlijk ook een bedreiging voor onze gezondheid. Niet dat het niet gebeurt in het binnenland, het gebeurt ook in mindere mate, maar we moeten kijken naar een integraal beleid dat daaraan werkt. Al deze uitdagingen zijn er voor wat betreft afvalbeheer, maar ook hier kunnen we zeggen dat we ons best doen. Niet lang geleden zijn we begonnen met een Krimbeerti-project om de samenleving bewust te maken dat het niet iets is van de overheid om afval te managen, maar dat zij ook heel belangrijk zijn om dit te managen. Omdat het afval komt van wie? Niet alleen van de overheid, maar veel meer van de samenleving. Bewustwording is heel belangrijk en dat hebben we gestart. Wat we ook hebben laten zien is dat recycling kan, omdat we in deze buurt hier, waar u bent, in Resort Blauwgrond, hebben laten zien dat plastic scheiden kan, omdat het bewezen is dat we maar uit Resort Blauwgrond alleen 50.000 kilo afval apart hebben kunnen scheiden, hebben kunnen weghalen. En dat is dus minder afval dat gaat naar Ornamibo. Je kan zeggen van, we zitten in een dilemma, maar ik kan u zeggen dat wij wel vorderingen maken. En dat komt doordat wij ons allemaal inzetten. Niet lang geleden is ook bekendgemaakt dat we bij de EPI, Environmental Performance Index, wat stappen vooruit hebben gedaan. Deze index wordt om de 2 jaar gedaan en die rangschikt de verschillende landen wereldwijd op hun beleid, hun milieubeleid en hun uitvoering. Waar we 2 jaar geleden waren op de 60ste plaats, tussen de 60ste en de 80ste plaats, zitten we nu in de top 30 van alle landen. En er wordt gekeken naar 3 zaken. Er wordt gekeken naar jouw klimaatbeleid, jouw biodiversiteitbeleid en naar jouw beleid dat te maken heeft met verontreiniging en afval. En al onze inspanningen die we hebben gedaan, hebben ervoor geleid dat we wat kleine stappen vooruit hebben gedaan. Het is niet dat het al goed is, we zijn nog niet tevreden, alhoewel we nummer 1 zijn in de regio op die index. Is er nog heel veel werk te doen. We hebben laten zien dat het wel kunnen. Maar de grootste uitdaging van al deze uitdagingen, wat denkt u dat het is? Financiering. En we zijn heel blij dat de Global Environmental Facility een van onze partners is die ons ondersteunt als het gaat om milieufinanciering. En daarom staat er ook, volgens mij staat het hiervoor, invest. We moeten meer investeren in ons milieu. En de bedoeling, nogmaals, is dat niet alleen de overheid, niet alleen maar het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu bepaalt wat er gedaan moet worden. Dat doen we niet en dat willen we nooit doen. We willen dat samen met u doen. En dat is de bedoeling van deze 2 dagen die komen,
Of vandaag is dus dag nummer 1, morgen is nummer 2. Dat we aan het eind van de dag met alle stakeholders hebben gesproken over the way forward. Want zoals u heeft gezien, mevrouw Hernandez heeft dat gezegd, we hebben een groot deel van het budget kunnen gebruiken. En er komt weer een groot deel. En dat moeten we effectief gebruiken en efficiënt. Om de verschillende problemen of de uitdagingen op te lossen. Dus, dames en heren, wat wij verwachten vandaag, het is al door de vorige sprekers gezegd, een vruchtbare discussie. Maar laten we niet alleen blijven bij dit moment, dat we één keer in de 15 jaar gaan praten over, oké, hoe gaan we samenwerken. Maar dat we elke maand, elk jaar, toch het contact proberen te behouden. Informatie met elkaar proberen te delen. Wanneer we activiteiten uitvoeren, willen we graag dat u ook dat samen doet met ons. En als u activiteiten heeft, dat wij dat natuurlijk ook doen. Een simpel voorbeeld wil ik noemen. In het kader van World Cleanup Day hebben wij intensief gewerkt in verschillende buurten om met de samenleving die bewustwording op gang te brengen, om schoon te maken. Helaas kan ik zeggen dat maar, ik kon ze niet eens tellen op één hand. Ik bedoel, één hand was genoeg in feite. Om de NGO's te tellen, die hebben geparticipeerd. Ondanks, meneer Rodjan is hier. We hebben de uitnodiging gestuurd naar de NGO's. Maar helaas was het een beetje minimaal. Dus niet dat we moeten samenpraten nogmaals, maar ook samen moeten doen. Samen moeten werken, informatie moeten delen. Zodat we op één lijn zijn met elkaar. Om elkaar te ondersteunen.